Helaas los je door iedereen maar ambtenaar te maken je sociale en economische problemen niet op. En die problemen kunnen niet altijd onder het tapijt worden geveegd, ook al beheerst Pengel de publiciteitsmedia volkomen. Dagelijks maakt hij via de televisie propaganda voor zichzelf. Wie een anti-Pengel geluid laat horen, wordt monddood gemaakt, zoals de politicus Bruma, die via de onafhankelijke radio kritiek uit op Pengel. In de eerste plaats geloof ik dat dit regime een onbekwaam regime is, als ik het zo mag zeggen. Onbekwaam regime. Dat er niet voldoende gebruik gemaakt wordt van de krachten die dus aanwezig zijn in het land, om het land vooruit te helpen, maar dat men een partijpolitiek voert, daar waar een nationale politiek gevoerd moest worden. Wij hebben daar vaak op gewezen, ook ik, in mijn commentaren, en dat is ook een van de redenen geweest waarom de AFROS uit de lucht gezet is, omdat mijn commentaren daar de regering dus niet welgevallig waren. Een staking in het onderwijs brengt Pengel ten slotte ten val. Pengel kan door geldgebrek het salaris van de leraren aan de middelbare scholen niet verhogen. En die beginnen een staking. Die staking is een teken. De uitgaven aan ambtenaren groeien maar door in Suriname. De Nederlandse regering pikt dat niet langer en eist een personeelstop voor ambtenaren. Bovendien lukken Pengel een aantal zaken niet, zoals geld bijeenkrijgen voor de ontginning van de veronderstelde grote bauxietvoorraden in West-Suriname. Die lerarenstaking brengt de ontevredenheid aan het licht die langzamerhand een groot deel van de Surinamers voelt. Ik heb menigmaal getracht om een huis te krijgen, maar het schijnt dat het niet lukt. Men geeft mij maar ja-woord, maar ik kom nooit in aanmerking. Dat vind ik jammer. Wat is daar de oorzaak van, dacht u? Wel, de oorzaak ervan, volgens mij, je moet een propagandist zijn, begrijpt u niet? Je moet goed op de minister zijn, volgens mij. Wat, ik ben niet goed op de minister, dus daarvoor kan ik niet aan een huis krijgen, volgens mij. Wel, er wordt gebruik gemaakt door de NPS van de voedselverstrekking. Dat was gewoon een van de dingen waarmee men propaganda maakte. Kijk, ik geef je dus een hoop voedsel. En zorg ervoor dat je voor onze partij stemt, anders krijg je het niet meer. Pengel had dus geld nodig om dus die salarissen te kunnen verhogen. Hij stuurde dus iemand naar Nederland om hierover te praten, maar de Nederlanders wilden absoluut niet tegemoetkomen. Nou, omdat hij niet tegemoet wilde komen, was zijn regering in feite gedwongen om af te treden. Hij trad af en op het moment dus dat er een interim regering kwam, dat is de regering van May, toen kwam het geld van Nederland wel los. En dus is een duidelijke zaak dat Nederland deze zaak ook heeft gebruikt om van Pengel, die toch een veel te onafhankelijke koers ging varen, om dus van hem af te komen. Kijkers en luisteraars, wat zich aanvankelijk deed gevoelen als een crisis op onze middelbare scholen, is snel uitgegroeid tot een uitbarsting in onze samenleving. Wat zo vele jaren moeizaam werd opgebouwd, is thans op de helling komen te verkeren. Kijkers en luisteraars, onze portefeuilles, en wel van alle ministers, zijn vanaf heden ter beschikking van de gouverneur. Hetgeen betekent dat het kabinet demissionair is geworden. Deze stap is niet eenvoudig geweest, maar zo bekeken heeft het kabinet geen andere keus. Ondanks het feit dat het kabinet nog steeds kan rekenen op een sterke meerderheid in het parlement. Wat er uit de bus komt, weten wij voorlopig niet. Ik zal mij echter als zoon van dit land zeer gelukkig prijzen als het iets goeds is. God zij met u allen. Ik dank u
en tot betere tijden. Niet alleen de onderwijzers hebben gestaakt, ook bijvoorbeeld de havenarbeiders. Kortom, Pengel had zijn politieke nek gebroken over economische problemen. Hoe had die Surinaamse economie zich dan sinds 1945 ontwikkeld? Eeuwenlang was Suriname een plantagekolonie geweest, voor alle inkomsten afhankelijk van de verkoop van zijn tropische landbouwproducten. Zo'n eenzijdigheid is hachelijk. Sinds 1940 was de afhankelijkheid van plantages vervangen door de afhankelijkheid van één industrie, de bauxiet. En dat is even hachelijk. Bovendien heeft die bauxietindustrie niet veel arbeiders nodig, hooguit een paar duizend. Wat moeten de tienduizenden anderen dan doen? Werkeloos blijven? Rond 1950 ontwerpt Nederland voor Suriname een economisch tienjarenplan, het welvaartsplan, waarin elke zin begint met als. Als het hele volk van Suriname meewerkt, als de mannen van Suriname de geboden kansen aangrijpen, als overheid en particulier initiatief deze taak met kracht aanvatten, dan kan de vooruitgang die nu in enkele beroepen en bedrijven wordt gezien, uitgroeien tot een stuwende beweging die heel Suriname opvoert tot gezonde welvaart. Want Suriname bezit een onuitputtelijke rijkdom aan hout, schatten in zijn bodem en een vruchtbare grond die de mooiste gewassen kan voortbrengen. Het zal dan ook een land kunnen zijn dat zijn nu nog sluimerende welvaart eens weerspiegeld ziet in het geluk en de arbeidsvreugde van zijn bevolking. Met het geld van het welvaartsplan gaat men vanuit de lucht het binnenland in kaart brengen, gaat men grote polders droogmaken en wegen en kanalen aanleggen. Bij bijna al deze grootschalige projecten worden Nederlandse regeringsvertegenwoordigers steeds vergezeld door Frank Esset. Esset is een Surinamer die in Wageningen heeft gestudeerd en daar bezeten is geraakt van het idee alle rijkdommen van Suriname op grote schaal te gaan ontginnen. Hij kreeg veel mensen mee voor zijn plannen. Hier geeft hij de Nederlandse premier Jan de Kwaai uitleg over de operatie Grasshopper. Dat is de aanleg van vliegveldjes in het binnenland. Die zijn nodig om de natuurlijke rijkdommen van Suriname beter te kunnen inventariseren. Er zit muziek in Operation Grasshopper en in onze mensen. Kennelijk kon geen der gasten aan het ritme ontkomen. Zelfs de Nederlandse minister-president bleek in de korte tijd van zijn verblijf de Surinaamse manier van dansen te hebben aangeleerd. De moerasbossen in de kustvlakte van Suriname zijn rijk aan baboenhout, dat onder andere gebruikt wordt voor de vervaardiging van triplex. Aan de hand van sterk vergrote luchtfoto's kan men vaststellen hoeveel baboenbomen per hectare voor kappen in aanmerking komen. Dit aantal bepaalt de exploiteerbaarheid van het gebied. Omdat het gebruik van zware machines in het moeras niet mogelijk is, geschiedt het omhakken van de bomen met de hand. In het slecht begaanbare zwampbos levert de afvoer van de zware baboenstammen enorme moeilijkheden op. Om dit transport te vergemakkelijken en daardoor de exploitatie van het gebied te bevorderen, besloot 's Lands Bosbeheer kanalen aan te leggen. Ondanks de moeilijkheden waarmee men bij de winning van de baboen te kampen heeft, slaagt men erin om jaarlijks de 100.000 stammen af te leveren die nodig zijn om de triplexfabrikage van het bedrijf in Paramaribo op gang te houden. Suriname pakt de zaak dus grootscheeps aan, samen met niet-Surinaamse bedrijven, in dit geval Bruinzeel.
Dat die buitenlandse bedrijven daar veel meer voordeel van trekken dan Suriname zelf, kan of wil men niet inzien. 100.000 baboenbomen per jaar kapt men voor die triplexfabriek. Dat is een enorme roofbouw, omdat men niet tegelijk herbebost. 2/4 krijgt het land Suriname per boomstam. Een schijntje in vergelijking met wat men elders betaalt. Het blijkt een beroving van de natuurlijke rijkdommen op zo'n grote schaal dat er nu geen één baboenboom meer over is. Voor de triplexfabrikage moet men nu het hout uit de buurlanden invoeren. Zonsopgang boven een meer zo groot als de hele provincie Utrecht. Een kunstmatig meer, het Van Blommesteinmeer bij Afobaka. Wat hier is aangericht, is door mensen gepland die de consequenties van hun werk niet overzagen. En ook hier wees eens de onvermoeibare minister Esset hoe groot het allemaal zou worden. De dam wordt 53 meter hoog, bijna 10 meter hoger dan de hoogste toren in Paramaribo. Als tenslotte de trotse Suriname rivier door de dam zal zijn bedwongen, zal dit water ons de energie leveren voor een welvarend Suriname. Al eeuwen leven er op de plek waar het meer moet komen ruim 5000 bosnegers. Het is hier een van de weinige stukken druk bewoond binnenland. Als de plannen in Paramaribo worden gesmeed, moet men die mensen natuurlijk vertellen wat er met hun gebied gaat gebeuren. De bosnegerkapiteins luisteren naar die mensen uit de stad vol ongeloof. Het water komt, dat is toch te gek om waar te zijn? Als die stedelingen ze in de maling willen nemen, moeten ze vroeger opstaan. De werelden van Wageningse ingenieurs en van bosnegerkapiteins botsen. Alle zijn ze Surinamers, maar heel verschillende. Kijk, dat is juist het probleem geweest waarom die mensen zo bekaaid vanaf zijn gekomen. Ze konden zich gewoon niet voorstellen dat het water zo hoog zou gaan. Dat wanneer iemand zou zeggen, kijk, zie je die palmen daar, zie je die kokosbomen, die zullen nog meters onder water komen te liggen. Dus dat is gewoon onvoorstelbaar. Kijk, je hebt daar eeuwen gewoond, je ouders hebben daar gewoond, je voorouders. En die hebben je nooit verteld dat het water zo hoog is gekomen. Dus het was gewoon een fabel die mensen hoorden. Het water zal tot in 1965 langs de stuwdam omhoog klimmen en zich dan door drukbuizen in de dam 40 meter naar omlaag storten om zo de waterkrachtcentrale te voeden. Gouverneur Curry draaide aan een hendel en de laatste stalen schuif van 50 ton zakte langzaam in het water. Een onderneming van gouvernement en bauxietmaatschappij bereikte een mijlpaal. Iedereen juichte, en terecht. De economie van het land zal door deze krachtcentrale en de industrie die erdoor ontstaat zeker een sprong vooruit maken. Als u nagaat dat deze verwerking van slechts 6% van de jaarproductie, dus eigenlijk een fractie ervan, tot effect heeft dat het nationaal inkomen van Suriname in zijn totaliteit al met 20% zal stijgen. En bovendien ook nog dat de werkgelegenheid in de mijnbouwsector met 30% zal toenemen en de belastingopbrengsten voor de overheid in deze sector wel met 50% zal toenemen. Zo ziet u dat het zeer belangrijk is dat Suriname zijn eigen grondstoffen gaat verwerken. In dat geval zal het in de toekomst niet nodig zijn dat wij zullen vragen om ontwikkelingshulp, omdat wij voldoende rijkdommen hebben om zelfstandig te kunnen zijn in economische zin op heel korte termijn.